Bernie Duin, goedemorgen. Fijn dat je er weer bent op deze zonnige maandag. Het is, ja, de zon schijnt enorm vanmorgen. Het is weer van jou, hè? Ja, nu ook ja, dankjewel. Dankjewel. Je hebt het zonnetje mee naar binnen toe. Ja, absoluut. Ik zal niet te veel lachen, dat scheelt. Wat is met je haar gebeurd? Ja, dat vraag ik mezelf ook nog steeds af, maar het was heel wild. Jouw was heel wild, hè? Jouw haar en je tanden hebben bijna dezelfde kleur, weet je dat? Ja, was twee haar alleen betalen. Goed, we gaan het over tech hebben. Over criminelen die toeslaan via een nep pakkettrek sms. Ja. Veel mensen hebben zo'n sms'je gekregen van, nou, er komt een pakje onderweg. Nou, ik denk dat 98% van Nederland wel een pakje onderweg heeft. Ja, ja, dat klopt. En dan ga je het volgen, dan wordt de telefoon overgenomen. Ja, dat klopt. Ik kreeg zelf het sms'je ook vorige week. Ja, ik ook. En ik had ook wat besteld. Ik denk van, ik denk, ik zie best wel veel typfouten in dat berichtje zitten. Dat is het natuurlijk ook. Wie bestelt er niet iets deze dagen? Nee. Precies. De criminelen weten natuurlijk heel gretig gebruik van te maken. Want we bestellen allemaal online nu en we willen alles zo snel mogelijk in huis hebben. Dus ja, je krijgt een sms'je binnen en denkt van, nou, dat zal wel goed zijn. Nou, als je vervolgens op die link klikt die in het sms'je zit, ja, dan is de kans groot dat je hele mobiel wordt overgenomen en dat het je heel veel geld gaat kosten. Want? Hoezo geld kosten? Ja, hoezo? Nou, wat er gebeurt is op het moment dat je die sms opent, is er nog niks aan de hand. Je gaat naar die sms toe, je tikt op de link en vervolgens komt je website en staat er, je moet even de DHL-app of de UPS-app downloaden om het pakketje te traceren. Als je een iPhone hebt, is er niks aan de hand, want dan druk je erop en dan werkt het niet. Dus voor Apple-gebruikers is er helemaal niks aan de hand. Oh. Heb je een Android of heb je, ja, nou, eigenlijk vooral een Android, een Samsung, een Sony of een Huawei of een Xiaomi of wat dan ook. Ja, dan kan het gevaarlijk worden, want dan druk je op die link en dan kun je via een andere link kun je dan vervolgens een app installeren van DHL en die neemt je hele telefoon over. Maar is dat van DHL of is dat een nagemaakte DHL? Het is een nagemaakte app die eigenlijk niks doet, dus je kunt er eigenlijk helemaal niks mee. Je komt gewoon op je bureaublad te staan. Hoe merk je nou dat je telefoon wordt overgenomen dan? Sowieso wordt hij wat trager, dus je merkt echt wel dat alles wat je doet, dat er wat later op gereageerd wordt. Het lockscreen blijft hangen, dus het hoofdscherm blijft hangen. En dat zijn eigenlijk de meeste symptomen die je dan ziet. Dan is die app dus, die zit erop. Ja. Daar kan je dus verder dan ook niks mee. Dus dan denk je, nou ja, laat maar gaan, weg ermee. Precies. En dan? Hoe dan kunnen ze dus ook bij je bankgegevens? Nou ja, wat er vervolgens gebeurt, is die app die gaat eerst kijken naar je contacten, verstuurt vervolgens naar al je contacten ook zo'n sms'je om die app te downloaden. Dus zo verspreidt de virus zich. Dus eigenlijk als je het sms'je hebt ontvangen, betekent dat iemand uit je contactenlijst er wel ingetrapt is. Maar wat er ook gebeurt, is op het moment dat je gaat internetbankieren en je gaat geld overmaken, dan heeft die app dat door en die is zo geprogrammeerd om het bankrekeningnummer aan te passen en het bedrag wat je invoert. Dus je denkt eventjes 10 euro te betalen aan een vriend bijvoorbeeld via een betaalverzoekje of wat dan ook. En dat wordt dan vervolgens 10.000 euro naar een gek bedrijf ergens. En niet meer te traceren natuurlijk. Nee, en niet meer te traceren en je bent het wel kwijt. Zo. Ze worden wel steeds inventiever, ja, hè, met dit soort apps dan, als dit allemaal al kan. Ja, het afgelopen jaar zijn er zoveel nieuwe manieren gevonden om mensen te bedriegen en wat dan ook. Ja. Hoe kan je het voorkomen? Naast dat je niet op die linkjes moet gaan drukken. Is er een update van Samsung of wat dat betreft niet. Ik moet wel zeggen, op het moment dat je een Samsung hebt of een Sony of wat dan ook, krijg je al een paar keer de melding van, weet je zeker dat je die app wil installeren? Maar ja, ik kan me voorstellen dat als je echt wacht op die nieuwe broek of die nieuwe trui of die nieuwe, nieuwe telefoon, dat je wil weten waar die is. En ja, niet iedereen die heeft dat door. Dus, maar waarom heeft Apple dan wel een goede beveiliging en die andere dus wat minder? Is dat het voordeel van de App Store van Apple? Nou ja, dat is het precies. We hebben een tijdje terug al het gehad over de monopoliepositie van Apple. Dat Apple eigenlijk zijn eigen App Store heeft waar alleen de apps gedownload kunnen worden. Ja, bij Android is dat anders. Dan kun je overal apps vandaan halen. Dat heeft natuurlijk heel veel voordelen, want het geeft heel veel vrijheid bij ontwikkelaars. Maar het biedt ook heel veel nadelen, want daardoor kunnen dit soort apps heel makkelijk geïnstalleerd worden. Dus op je iPhone hoef je totaal niet bang te zijn. Maar ja, bij een Android kan het wel misgaan. We gaan het nog meer over internet en telecomzaken hebben met Bernie Duin van Optie en Telecom. We gaan het over fake nieuws hebben. Ja, fake nieuws. Weer over fake nieuws. Dit is goed nieuws. Of? Nou ja, op zich is het heel erg goed nieuws. Want fake nieuws is nog steeds heel erg in omloop. Vooral op social media. Als je het hebt over Twitter of Facebook. Of, ja, een deepfake. En deepfakes hebben we inderdaad ook nog. Dat is ook nog heel erg in omloop. Met het namaken van video's. Met bekende Nederlanders erin die niet helemaal kloppen. Nee, die je aanzetten tot geld overmaken, investeren, beleggen. Ja, dat soort dingen. Ja, ja. Dat klopt. Ze gaan er extra streng in zijn vanuit de Europese Commissie. Ze hebben de regels aangescherpt. Is toch wel terecht? Ja, zeker. Je ziet vooral in deze tijd, en we hebben het ook een paar keer eerder daarover gehad, dat er heel veel nieuws gedeeld wordt op Facebook. Het is eigenlijk de bron voor nieuws voor heel veel mensen. Nu met name over vaccinatie. Ja, ook met vaccinatie inderdaad, maar in het verleden ook. Is Facebook nog een beetje populair?
Ik zit er namelijk niet op. Ik ben geen idee. Nou ja, het loopt nog wel, maar het loopt niet meer zoals het liep. En er hangt best wel negatief imago aan Facebook. Ja. Dat is ook precies de reden dat Facebook kijkt naar andere apps of naar andere social media, zoals Instagram. En zijn ook bezig met een app voor geluid te delen en dat soort dingen. Maar ze zijn nog maar niet zo populair als het vijf jaar geleden was. Nee. Dus je ziet wel dat ze een bepaalde richting ingaan. Ze zijn steeds meer bezig met het houden van de mensen in de app. Dus ook door middel van het delen van nieuwsberichten. Het is steeds meer een nieuwsfeed aan het worden. Maar het nadeel ervan is wel dat er natuurlijk alleen maar nieuws in beeld komt wat binnen jouw algoritme past. Dus waar jij op geklikt hebt of waar Arnold op geklikt heeft. Mm-hmm. En daar gaan ze nu in strijd tegen. Want er wordt heel veel nepnieuws wordt er gedeeld. En wat wil Facebook nou? Facebook die wil, of eigenlijk wat wil de Europese Commissie nou? Die wil dat Facebook en TikTok en Snapchat gaan aantonen van hoe, of wat doen hun eraan om te voorkomen dat er fake nieuws gedeeld wordt. Dus bronvermeldingen zo? Bronvermelding inderdaad. Er komen meer factcheckers komen erbij die controleren is iets feitelijk waar. Afgelopen week hebben ze nog een soort van boodschap of een bericht ook teruggetrokken, een nieuwsbericht. Dat ging ook over corona. Van wat dat had volgens mij te maken met vaccinatie onder een bepaalde leeftijd. Er wordt al gemodereerd, zeg maar. Er wordt al gemodereerd. Dat doen ze moderators die het in de gaten houden wat er allemaal opgezet wordt. Ja, maar dat is in verhouding natuurlijk nihil. Vullen ze ook niet aan. Nee. Als je dat wereldwijd bekijkt, ik bedoel, hoeveel berichten worden er per seconde gezet op Facebook? Nou, volgens mij zijn het al miljoenen die tegelijk dit worden gezet. Dus dat kan je nooit allemaal checken. Nee. Maar ze hebben natuurlijk een soort van scansysteem erin zitten. Worden automatisch, als ik nu een bericht op mijn Facebook zet van met het woord COVID-19 of vaccinatie erin, komt er automatisch al een pop-upje onder van check hier alle feiten over COVID-19. Ja, precies. Dus ze scannen alles heel erg goed. Mm-hmm. En daarnaast gaan ook factcheckers naar kijken van klopt dit wel of niet. Het is natuurlijk ook wel spannend, want uiteindelijk gaat dan Facebook bepalen wat wel of niet waar is. Dus dat is ook wel weer, dus de open discussie gaat er wel van naar de knoppen. Maar het is wel heel goed, want je ziet gewoon dat heel veel mensen een bepaalde bubbel leven van hun eigen waarheid. En daar ook naar leven. Ja, maar je hebt altijd de keuze om wel of geen Facebook te gebruiken. Tuurlijk, ja. Er zijn ook best wel veel andere social media apps die ook beschikbaar zijn en waar het niet zo streng is. Maar ja, we moeten wel bewust zijn wat we allemaal zien op onze tijdlijn. Maar het gaat wel een beetje richting van, ja, maar ik bepaal zelf wat ik erop zet. Je vrijheid van meningsuiting. Het hoeft niet nieuws te zijn. Nee. Je kan ook een mening hebben ergens over. Ja. Checken ze dat ook dan? Nee, meningen checken ze niet. Maar ze brengen natuurlijk wel die melding onderin van COVID-19. Het is wat anders wanneer jij erop zegt van president Joe Biden doet afstand van zijn ambt. Ja. Dat wordt bijvoorbeeld dat wordt gecheckt door die factcheckers en ze moeten meer factcheckers. Maar niet wat je 's morgens op je boterham doet of dat nou wel of niet, of dat wel of niet gezond is. Nou ja, ik vind wel dat gecheckt moet worden, maar ja, dat is natuurlijk. je kan erop zetten natuurlijk dat pindakaas vol zit met giftige stoffen. Ja. Dat kan een mening van jou zijn, maar iemand anders kan dat als nieuws zien. Ja, dat klopt. En nou, dat zijn natuurlijk kleine nieuwsboodschap, maar ze gaan natuurlijk op de grote nieuwsberichten gooien. En niet anders. Eerst de grote, dan de kleine. Ja, ze houden alles in de gaten. Ja. In principe wordt overal gemonitord. Ze scannen alles. En het is ook heel belangrijk, want het is natuurlijk wel je feed wat je de hele dag door. En daar komen de adverteerders weer op af. Ja, en die verdienen natuurlijk ook weer geld. En dus het imago van een adverteerder kan het door beschadigd raken. Dus als er een nieuwsbericht in beeld komt over COVID doet dit en dit. En er staat een advertentie bij van een bepaald boterhammerk of wat dan ook. Ja, dan wordt dat geassocieerd met een nieuwsbericht. En dat wil je natuurlijk ook niet. Ja. Je wilt natuurlijk zijn geld daar ook niet aan verdienen. Ik heb gisteren nog een poster afgehaald ook. Iemand die zei, wat ga je eten vanavond? Nou, barbecue, lekker biefstukje met geroosterde aubergine. Ja. Kwam er niet door? Nee. Nou ja, ik was ook laatst verwijderd van Facebook. Mijn glimlach was nep. Dus ging ook over een aubergine. Ja, ging ook over Benny, dat was er, hè? Dat was er weer, dankjewel. Ja. Dankjewel.